Dan moet ik eigenlijk even staan. Wat je dan doet, hè, ik heb nu natuurlijk geen uniform aan, maar als je dat dan doet, dan... Ja. Hierzo. Hoi, goedemiddag. Thomas. Dag Thomas. Ik ben Roberto Lee. De afgelopen 7 jaar ben ik hoofd van de Algemene Inlichting en Veiligheidsdienst geweest. Daarvoor was ik bijna 4 jaar commandant van de landstrijdkrachten. Hoe vond u het de eerste keer toen u in Afghanistan was? Nou, vond ik best wel indrukwekkend. Dat is inmiddels wel een hele tijd terug. Hè? Ik denk zo'n 18 jaar terug. 17, 18 jaar terug. Maar ik vond het wel indrukwekkend, omdat we kwamen met het vliegtuig aan. Ja, en dan vlieg je over dat land heen en dan vlieg je eerst over de hoge bergen heen. Ja, echt prachtige bergen, zo ziet het er van boven uit. En dan daarna vlogen we naar Kabul. En wij vlogen met een Duits vliegtuig. En omwille van de veiligheid gingen we heel steil naar beneden. Dus dat was eventjes schrikken. Maar vervolgens kom je dan op het vliegveld en dan kom je gewoon in een hele drukke stad terecht. Hoe reageren de mensen daarop als jullie daar aankomen? Nou, de gewone burgers die hebben best wel indruk op mij gemaakt. Ja, omdat ik ben heel veel met onze militairen op patrouille geweest. En dan kwamen we ook in dorpen. En daar kom je de gewone mensen tegen. En die hadden het best wel moeilijk. Maar het hele bijzondere vond ik, als je daar kwam en je kwam bij mensen in huis, ook al hadden ze weinig te eten, dan gingen ze er toch met je delen. Hoe was het eten daar dan? Ja, wij hadden het eten, dat was het, heel vaak was dat gewoon het eten wat wij normaal gesproken thuis ook eten. Hadden jullie eigenlijk ook van die kleine zakjes, zo van die zakken met allemaal kleine spullen in kleine zakjes, zoals crackertjes of koffie? Ja, hadden we ook. Hebben ze wel eens gegeten? Nee. Nee? Heb jij ze wel eens gegeten? Nee. Gevechtsrantsoenen? Want ik weet nog dat mijn vader die had training of zoiets, of hij was weg. Ja. En toen kwam hij thuis met 2 van die zakken met allemaal spulletjes erin en wij gingen dat gewoon samen opeten. Ja. Vond je het lekker? Het was niet heel lekker, maar op zich was het wel gewoon te doen. Ja. Wat doet jouw vader? Mag ik dat vragen? Hij zit bij de genie. Oké. Okay. Oh, dat zijn de echte bouwers, hè, van de landbouw. Ja. Wat was eigenlijk uw functie daar? Ik was, toen ik daar in 2002 en 2003 was, toen was ik zogenaamd chefstaf bij het Duits-Nederlandse legerkorps. En ik was ook meteen de plaatsvervangend commandant. Mijn vader zit maar bij de genie en het is voor mij ook soms best wel moeilijk als hij weg is. En het is ook niet leuk als hij niet op je verjaardag is en je moet er eigenlijk best wel aan wennen en dat is soms best wel moeilijk. Hoe gaat uw familie daar eigenlijk mee om? Nou, ik ben getrouwd en wij hebben een dochter. Die dochter die is inmiddels 30, hè, dus die is een stuk ouder dan jullie al. Maar die was toen 15 jaar. Ja, die vond dat best wel moeilijk. Mijn vrouw vond het ook best wel lastig, maar ik merkte dat ik het nog veel lastiger vond. Toen hadden we contact gehad en dan mocht je eventjes apart met je vrouw en je kinderen even apart spreken. En dat heb ik gedaan. En dat was, ik vond dat, aan de ene kant vond ik het heel erg leuk om mijn vrouw en mijn dochter natuurlijk te zien. Maar ik heb diezelfde avond heb ik telefonisch contact gezocht met mijn vrouw en ik heb gezegd dat doen we nooit meer. Omdat ik merkte dat ik was daardoor ineens zo met thuis bezig. Ja, terwijl ik eigenlijk vond dat ik als commandant moest ik met Afghanistan bezig zijn. Ja, dus ik vond dat wel ingewikkeld hoor. Ja, ik miste thuis vond het enorm. Maar ik vond het ook ingewikkeld om terwijl ik daar zat contact met ze te hebben. Had jouw vader dat ook of niet? Eigenlijk heb ik het nooit gevraagd. Nee. Dus zelf weet ik het niet. Maar je zou hem eigenlijk eens moeten vragen. Ja, als ik het zou vragen denk ik dat hij er zelf ook wel last van heeft eigenlijk. Ja. En jij dan? Hoe vond jij het dan? Ja, ik vond het op zich wel moeilijk, maar toen hij vaker wegging, toen had ik er minder problemen mee. Want dan ben ik het eigenlijk gewend natuurlijk. Ja, gewend, ja. Wat mij raakt, is dat ik ook wel gezien heb, dat zag ik bij Ank, het is natuurlijk een hele stoere meid. Maar je ziet toch wel dat het feit dat haar vader er heel vaak niet is, ja, dat doet iets met kinderen. Ja, en dat weet je natuurlijk wel, en dat weet ik ook wel van mijn eigen dochter. Maar dat is toch wel bijzonder als je dat ook feitelijk kan lezen, of zowel uit het antwoord als uit het gezicht. Soms ben ik best wel bang geweest, gewoon vooral als hij lange tijd weg is geweest. Of dat mijn moeder komt met het nieuws dat hij later thuis is, want dan ben ik bang dat het misschien fout gaat of zo. Nou ja, daar zit ik toch best wel veel mee.
Wat voor onderscheidingen heeft u en welke vindt u de belangrijkste? Oh, de belangrijkste, daar ben ik heel snel mee. De belangrijkste is echt die ik van de koningin toen nog gehad heb. En dat is officier in de orde van Oranje Nassau. Heb jij de kindermedaille gekregen? Ik zag hem al, ja, ik zag hem al zitten. Ja, precies. Ik heb er dan 2 gekregen. Die kindermedaille, die is er heel specifiek voor de kinderen. Ja, omdat wij ons realiseren bij Defensie, omdat we weten, ja, dat het voor de kinderen ook hartstikke moeilijk is als hun vader op uitzending is of als hun moeder op uitzending is. Ja, en dat roosje wat jouw moeder gekregen heeft, ja, daar zit dezelfde gedachte achter. We realiseren ons, ja, dat we sturen de militairen uit, die doen het werk daar. Ja, maar het is zo moeilijk voor het thuisfront, voor de kinderen, ja, en voor de vrouw. Dus ik vind dat je hem met trots mag dragen. Ik vind het ook hartstikke leuk dat je hem draagt. Ja. Ja. Kinderen zijn de toekomst. Kinderen zijn heel belangrijk. En dus moet je kinderen ook vertellen over wat vrijheid waard is. Over wat het kan kosten. Over het feit dat anderen niet zo vrij zijn. Ja, en daar moet je ze proberen een voorstelling van te geven, zonder ze daarbij angst aan te willen jagen. Wat voelt u en denkt u bij dodenherdenking? Dodenherdenking is voor mij wel een heel belangrijk moment. Ja, omdat je daarbij terugdenkt aan al die militairen, maar ook anderen, niet alleen militairen, ja, die omgekomen zijn. Eigenlijk in dienst van Nederland. Ja, en dat, ik vind, daar moet je ook over na blijven denken. Hoe lang dat ook geleden is. Je altijd blijven realiseren dat wij hier hartstikke goed kunnen leven in Nederland. Tenminste, ik denk dat jullie daar ook zo over denken. Hè. Niet elke dag is natuurlijk lekker, maar de meeste dagen wel. En ik vind het altijd wel belangrijk om na te denken over de mensen die daaraan hebben bijgedragen. Soms door hun leven te geven. Dus dat is voor mij een heel serieus moment. Heel belangrijk moment.